vaak schaken. Hè? Jullie vinden het een leuk spel. Ja, ik zei zelf ook al zei het. Doen ook mee aan toernooien. Ja. Heb je dit vaker gedaan? Op deze manier? Ja, ik heb het al een paar keer eerder gedaan. En dat ging niet helemaal goed. Dan ben ik ingemaakt. Ja, hey. De regels zijn al slecht. Wie de meeste potjes wint, wint ook deze wedstrijd. Maar bij een gelijk spel verliest Nick. Want hij is de uitdager. Zijn jullie klaar voor? Ja. Ja. Oké, tel je aan. Joy, prettige partij. Ik ga je klok indrukken en dan loop je tijd. Oké, oh, hij gaat. Sorry. Oh, ja, 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 ik ook. Ja, ik kan het veilig stellen. Ja, goed. Nu, ik ga maar op een paar opelen. Dat is niet goed gespeeld. Heb je verloren? Ja. 2-0 voor Nick. Wat heb je gedaan? Hoeveel je zet zijn? Ja. Oh, die wordt wel heel spannend nu. Ja. Nee, dit daar. Ja, dit voor. En dan tennis is ja, ik heb er tijd van. Zet stil. Ah, jongens, 2-2. 2-2. Jawel. Maar met 2-2 hebben we gezegd dat niks zou winnen. Dus ja, nee, ik zou verliezen. Ik moest 2,5 halen. Dus oh, 2,5. Oh, Nick van Horen. Applaus voor de kids. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, jongens, deze is voor jullie. Nog één keer een groot applaus voor jullie. Hoppakee. Goed hoor. Hij is super heel getalenteerd. Ja, dat was een nieuw een goede partij. Je maakte net één fout. Hij is jammer. Ja. En de gasten deden het gewoon ontzettend goed. En op het einde ging de tijd natuurlijk in de rol spelen. Ik vind ook. Ja, want ze krijgen ruzie over de beker. Het is een wissel. Dat wisselen we wel. Daar gaan we de goal wel uit. Gewoon een klap voor onze winnaars. En natuurlijk ook voor Nick. Nick, ga jij vast naar buiten toe. Dan kom ik zo bij je. Goed spons. Ja, goed. Lekker ruiken zit er ook bij. Deze gaan we met jullie mee. Jongens en meisjes. Ik kom dan op het dak. Een bal op de schaal. Een wit zakbolletje met een beetje zalf ertussen. En die krijgen jullie van mij. Heeft hij dan nog steeds die bal niet van het dak gehaald? Oké, en terwijl we wachten, gaan we eventjes kijken naar een ander balsport. Dat is een bal tegen de lat. We gaan kijken naar het latje trap. Zo moet je even zitten. Ik heb nog twee over. Nou,